Enjoying Everyday Life. Met geest, ziel en lichaam. Een gezondheidsboost die je leven verandert. Leer vandaag om met Gods wijsheid gezonde keuzes te maken voor je geest, ziel en lichaam. Heb je wel eens iemand horen zeggen: Ik word daar zo ziek van? Meestal gaat het dan om iets negatiefs: Ik word ziek van mijn baan, van deze persoon of van deze situatie. Maar wat als het een vastberaden statement is? Een uitspraak vol geloof. Ik ben er zo ziek en moe van dat ik me echt ziek en moe voel. Ik vraag je dit vandaag omdat ik geloof dat God wil dat we gezonde levens leiden naar ziel, geest en lichaam. Maar dat krijg je niet zomaar per toeval. Gezond leven is niet iets waar we zelf geen invloed op hebben. Ik heb hier een belangrijke en zeer praktische les in geleerd. De keuzes die we maken bepalen het soort leven dat we zullen leiden. Gezonde keuzes zorgen voor een gezond leven. De waarheid is dat je niet bezorgd, gestrest, vermoeid of met pijn door het leven hoeft te gaan. Dit is niet het leven waar Jezus voor kwam. Als je op een gebied in je leven leidt, naar geest, ziel of lichaam, wil ik dat je dit als eerste en belangrijkste inziet. Wat je pijn ook is, in welke fase van je leven je ook bent, God kan je heel maken. Ik weet dit omdat ik het zelf heb ervaren. God heeft me door de jaren heen emotioneel, geestelijk en lichamelijk genezen. Hij heeft me een leven van vrede, vreugde en vervulling geschonken. Dat kan Hij ook voor jou doen. Een van de meest opwindende dingen die God me steeds weer liet zien bij elke keer dat Hij me op een bepaald gebied van mijn leven genas, is dat ik zelf een rol heb in het ervaren van mijn genezing en het leven in gezondheid. Ons geloof activeren is hoe we onze rol zien. Wie vandaag ongezonde keuzes maakt, krijgt te maken met ongezonde resultaten in de toekomst. Maar verstandige, gezonde keuzes van vandaag zijn stappen die je zet naar een betere gezondheid. Een paar voorbeelden: 1. Als je Gods belofte overdenkt, kunnen stress en zorgen je niet meer beheersen. Er zijn talloze wetenschappelijke studies die aantonen dat bezorgdheid en stress enorme veroorzakers van ziekten zijn, zowel mentaal als fysiek. 2. Als je ervoor kiest te vergeven, kunnen bitterheid en woede geen wortel schieten. 3. Als je de rust neemt die je nodig hebt, zul je meer energie hebben en verbetert je houding. 4. Als je gezond eet en aan lichaamsbeweging doet, voel je je sterker en bestrijd je lichaam ziektes op de manier zoals God het heeft ontworpen. Het doet me denken aan het verhaal van Daniel en zijn vrienden, Shadrach, Mesach en Abednego in Daniel 1. In het verhaal kozen Daniel en zijn vrienden ervoor om vegetarisch te eten en water te drinken in plaats van te nemen van de delicatessen van de koning, omdat ze wisten dat dit was wat God van hen vroeg. Ze hadden hier zoveel vertrouwen in dat toen ze door de officieren van het koninklijk hof werden geconfronteerd met het weigeren van het koninklijk voedsel, Daniel zei: Stel uw dienaren toch tien dagen op de proef. Toen deze tien dagen voorbij waren, zagen deze vier Judese jonge mannen er sterker en gezonder uit dan alle anderen en werd God verheerlijkt. Een van de meest krachtige teksten in dit verhaal is Daniel 1, vers 8. Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten. Het punt is niet dat we allemaal tien dagen lang vegetarisch moeten eten. Waar het in dit verhaal principieel om gaat, is dat we zelf een rol hebben in onze gezondheid. Goede gezondheid begint met het luisteren naar Gods wijsheid en vervolgens vastbesloten te zijn om de gezonde keuzes te maken waar Hij ons toe leidt. Voordat ik een openbaring van God ontving over het genieten van fysieke, emotionele en geestelijke gezondheid, leefde ik op veel gebieden van mijn leven ongezond, om de simpele reden dat ik ongezonde keuzes maakte. Ik deed dat niet bewust. Ik was me gewoon niet bewust van de stappen die ik zelf kon zetten om te wandelen in de gezondheid en heelheid die God ons wil geven. Ik werkte tot ik uitgeput was. Ik kreeg bij lange na niet genoeg lichaamsbeweging. Ik probeerde alle diëten die je kunt bedenken. Ik werd boos en bitter als iemand me liet zitten. Het gevolg was voorspelbaar. Ik was moe, gefrustreerd en uitgerangeerd. Is dat ook herkenbaar voor jou? Zit jouw schema ook zo vol dat het je heeft uitgerekt? Zijn jouw ochtenden zo hectisch dat je geen tijd neemt voor de Heer? Heb je je voeding en je lichaamsbeweging laten versloffen? Ik stel je deze vragen niet om je te veroordelen of je een schuldgevoel aan te praten. Zoals ik al zei, zo was ik er zelf aan toe. Ik vraag het je omdat ik geloof dat God je vandaag hoop wil geven. Hij wil je helpen om elke ongezonde gewoonte of elk verkeerd patroon om te draaien. Hij houdt zoveel van jou dat hij wil dat je gezond bent en heel in je geest, ziel en lichaam. Voordat ik afsluit, wil ik een paar teksten met je delen om je aan vast te houden terwijl je God gelooft voor zijn genezing in jouw leven. 3 Johannes 1, vers 2 Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u lichamelijk gezond bent, zoals het uw ziel, geestelijk, goed gaat. Jesaja 40, vers 31. Maar wie de heren verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden. Jeremia 17, vers 14. Genees mij heren en ik zal genezen worden. Verlos mij en ik zal verlost worden, want u bent mijn lofzang. Het woord van God staat vol met beloften van gezondheid en heelheid. Dat is het leven dat Jezus voor jou voor ogen had toen hij op aarde kwam. Onthoud dat de keuzes die je maakt de kwaliteit van je leven bepalen. Neem je voor dat je vanaf vandaag deze gezonde keuzes gaat maken. Ten slotte, als je begint met je reis naar een gezond leven, zorg ervoor dat je blijft lezen in het woord van God en zijn belofte overdenkt over genezing en heelheid voor elk gebied van je leven. Dave en Joyce. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je en tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube kanaal.